Welkom bij een nieuwe aflevering van Van Tips Rijderik. Vandaag gaan we een Niedersachsen tour doen op het, met een Niedersachsen tarief. We gaan een dagje toeren door Niedersachsen. Ja. Maar daarvoor moet ik eerst met de bus van lijn 11 van Sint-Swente. En daaruit Hengelo pak ik de RB61 van Keolis Duitsland. Een poging te wagen om Bad Bentheim te halen. Want ik ga als eerste het traject, dat is nieuw, dat is sinds 2019 geopend. Spoorlijn tussen Nordhorn, Neuhaus, Bad Bentheim, Quellendorf. Daar gaan we het eerste traject beginnen. En daarna pakken we de RB61 richting Rijnen. Rijnen wordt nog even naar de Mediamarkt heen. Kijken of we omzien 2 atons of train simulator atons. Wel, die zijn in Duitsland goedkoper. En Duitsland heeft meer aanbod aan simulator spelen. Oké, anyway. Maar eerst moeten we even naar de bushalte heen lopen. Daar met lijn 11. En daar wordt het programma als vol. Maar als eerste pakken we dus de RB61 in Hengelo. En daar nog even een Niedersachsen kaartje halen. En deze reis ga ik je alle tips vertellen hoe je in weekend in Duitsland goedkoop kan maken. Nou, van mensen die weten van mij, die in de buurt van Hengelo wonen, kunnen het nog goedkoper maken en hoeven zelfs geen Nederlands treinkaartje te kopen. Tenzij, als je op Hengelo Oost of Gezondheidspark op stapt, maar dan moet je wel een treinkaartje halen. Maar ja, dat ga ik je allemaal zometeen weer vertellen in de RB61. De trein is er. En ik heb even koffie gehaald. Ah, te koffie. Met melk. En suiker. Dus ik ga zo meteen even een lekker koffietje drinken. Maar eerst in een Niedersachsen ticket halen. Verder nog een lege treintje. En dan ga ik zo even de ticket halen. Alle Duitse treinen zitten vaak uit automaat. We gaan even een Niedersachsen ticket halen. Nou, zoals gewoonlijk reizen we met Keolis Duitsland en dan is die dingen ook een keer kuren. Oh, en we rijden. Niedersachsen ticket. We staan stil in Bad Bentheim. Kost €24. Dus voor 1 persoon en elke persoon die je erbij hebt. Is voor max 5 personen. Komt er dan €5 bij op. Maar is een goed deal. Dan kun je door de hele deelstaat Niedersachsen reizen. In alle treinen, bussen, metro's, trams. Wat er allemaal rondrijdt. Ideaal. Vooral als je een keer een weekendje Hamburg doet bijvoorbeeld. Die zijn te koop in de kaartautomaten, in de treinen. Maar die kun je bij de loketten halen hier in Duitsland, maar niet in Nederland. Dat vind ik wel grappig. Maar ja, een dagkaartje, €24. Is niet duur voor een dagkaart. Want in Nederland betaal je al €50 voor een dagkaart. Alleen, deze is dan niet geldig in intercities of eurocities of fernverkeer. Daar moet je wel toeslag voor betalen. Nou, station Bad Bentheim. Vaartijd. We verlaten nu Bad Bentheim. Op richting Rijnen. Hé, hey, is even die nieuwe fietsenstalling. Aangekomen in Rijnen. Hier gaan we even een beetje stad verkennen. En achter mijn O-11 ontdekt. Graag man. Svalenbaan Flirts. Maar nu zijn die overgegaan naar Keolis. Station Rijnen.
Wijnen, onze eerste tussenstop voor vandaag. We gaan eens even de binnenstad eens even ontdekken van Wijnen. We zijn aangekomen in Osnabrück, centrum, station, de Eurobaan gaat neer naar de Dusar. Net bij Rijnen dat de Eurobaan vleurt eruit ligt tussen Hengelo en Babentein. Dus we zijn gestrand, omdat hij ze schrijft. En ik zag bij Osnabrück Altstad een VDL Citea gelengde versie, elektrisch. Die ga ik proberen op te zoeken om daar nog een ritje mee te maken voor jullie. VDL Citea elektrisch. Positief nieuw, een dubbele cheeseburger van de Burger King. Oh, wat lekker. Duitse city. Met prachtig interieur.
Maar die lichteffect van de film van de bus, dat was de Duitse Citea. Gaan we op zoek naar iets leuks. Ik heb nog even te zeggen, ik ben bij de Kampromade busstation uitgestapt. Maar nu lopen we naar het Stadsurm. Citea's, elektrische bus Citea. Ja, ja, een coupeetje in Hengelo, tweede klas. Yes. Het is wel een kindergedeelte. Want als je naar de tafeltjes kijkt, kun je spelletjes spelen. Een IC-bingo. Zo loog gemaakt voor de kleintjes. Maar ik gebruik het nu even als filmcoupé, want de rest van de trein is allemaal druk. Dus hier kan ik mooi even rustig filmen. Nou ja. Want ik heb even, omdat wij net met de Niedersakse ticket hebben gereisd, omdat ik geen zin heb om... Ik heb ook een beetje scheet aan Keolis gekregen hier in Duitsland. Heb ik even een enkele race gekocht bij de loket hier van de, in Osnabrück. Een enkele race, ja. Ja, daar reizen we met een A4'tje. Dus deze ticket is dat. Oh, daar gaat een kaartje van de modelbouw. Dan laat ik ze meteen ook even wat laten zien hier. En dan kun je voor 25 euro heeft dit mee gekost. En dan krijg je zo'n leuk A4'tje mee. En dus het zoals voor Nederland, als je stations met potjes hebt, zoals Amsterdam Centraal of Amersfoort, kun je dus met deze kaartje... Kunnen ze bij die poortje doen en dan gaat het poortje dan open. Nou, wat is er nog meer? En dat voor 25 euro vind ik toevallig niet duur, want Osnabrück is om mijn gewoon ogen net zo ver reizen als vanuit Hengelo naar Deventer. Of, zwaailichten. Ongeluk. Ik wil dat jullie kunnen zien. Maar anyway, dit is dan het A4'tje wat meer reis. En dit is mijn coupeetje. Dat was even mijn controle. Even weer verder. Dit is dan het Niedersachse kaartje. Die kun je eigenlijk alleen in de regionale verkeer, behalve in de intercities naar Norrecht, Meulen, Bremen, als het goed is. Kun je wel met het kaartje, moet je een naam opschrijven. Die is ook 25 euro. Nee, die is 24 euro. Die is net iets goedkoper. Dan dit een enkele kaart. Alleen, nu ben ik wel sneller in Hengelo. Want anders had ik nog een uur moeten wachten. Wel, iets korter dan nu nog een kleine half uur. Dat ik natuurlijk in die bar had gezeten. Nou ja. In ieder geval gewoon een zitplaats. Kijk maar, een kopietje. Ik hoop dat je het dicht al kunnen zien. Ik heb in Osnabrück heb ik even mijn spaarpot even geplunderd. Want ja, ik moet toch wel even een souvenirtje meenemen. En dat vind ik wel even leuk. Deze heb ik gehaald bij de Mühle. In Osnabrück is een warenhuis. Dan heb ik dit schattige goederenbegonnetje van de... En toen heet toevallig ook... Van de Miller, van het yoghurtmerk. Dat is leuk. En ik heb nog een intercity-rijtuig gehaald van de Duitse baan. Dus zo'n intercity, zo'n ICK-rijtuig is dat, wat in Nederland ook rond heeft gereden. En dan in de interregio kleurstelling. Reden toevallig niet meer rond, maar wel met gemoderniseerd, dus gewoon met dit wit en een rood streepje eromheen. Dus van de Märklin Startup. Ik moet nog een intercity aanrijden. Dit heb ik gehaald. En ondertussen kan ik wel even een food review doen. Want ik heb lekker eten meegenomen. We rijden nu langs het Tuttenburger Wald. Heel leuk wandelgebied. Een beetje heuvelachtig. We rijden dus nu tussen Osnabrück en Ibbenbüren in. Steeds dicht een beetje. Wat wel een grappige opstelling is, dat deze kopietjes wel wat breder zijn. Omdat daarna, als je daar ziet, ook nog een klein tafeltje ligt. Dan had je iets nog meer die kant op kunnen zetten. Extra grote coupé. Beter. Alleen in de eerste klas zit een grotere tafel. Dus een kleinere tafeltje. Maar in ieder geval, ik heb net een gangmaker gehad van de Coop. En een sorbetje water meegenomen vanuit huis. Lekker budget. Want ik heb vandaag al heel veel uitgegeven. Dit tekst zijn samen ook al iets van meer dan 30 euro. Maar 40 euro aan modeltreintjes. Ik heb nog een wopper gehad. Bij de...
Burger King voor €2,25. En natuurlijk dit kaartje voor 24 euro. En een enkele reis van 25 euro. Om in ieder geval nog een beetje op tijd in huis te komen. We rijden net de tunnel door. Oh ja, omdat ik begin van deze video zei van dat ik een tour ging doen door die Saxen. Dus onder andere ook het traject van Norton heb gezegd. Ben ik helemaal, plan is helemaal omgedraaid. Want ik weet niet of ik het jullie toen verteld had toen ik in Rijnen was vanochtend. Toen werd de RB61, dat zijn dus de Eurobaantreinen tussen Bielefeld en onder andere ook Hengelo, was dus geen Edzard verkeer. Dus dat betekent dat die treinen dus weer buiten dienst zijn. En daardoor heb ik een beetje gruwige hekel aan die treinen gekregen. Dus daarom dat ik dus nu met de IC was gegaan. Als ik wel een uur gewaagd. Het was wel een heel mooi station om even treinen te flappen. Want dan zag ik een flikstrein. Heb ik niet gezien, maar zag ik wel op pad staan. Een paar andere intercities, een paar IC Dostos. Allemaal leuk materiaal. Maar we reden van over enkele minuten in Ibbenburg een centrale station binnen. Ik hoop dat ik een licht kopietje heb tot en met aanhengelen, maar ik denk het niet. Maar ja. In ieder geval reed de Duitse baan wel op tijd, want de vliegtuig had plus 100 minuten vertraging. Maar ja. Dus daardoor had ik hem misschien op de film kunnen zetten. Maar ja. Lentreetjes. Maar ja, we reden dus nu Ibbenburen binnen. Het regent. Het heeft best wel hard geregend. Niet bij buren. We reden stapvoets. Volgens mij gaan we zo stilstaan. Jep, we staan stil. Ik zou niet zwaar dat deze opgeheven is, want Duitsland loopt niet zo lekker met het treinverkeer. Of er zou weer vast een defecte Eurobaan trein staan. We rijden weer. Kijk maar, regen. Ik weet niet wat die kon het op even geroepen, maar ik heb er niks van verstaan. We zijn nu aangekomen op Rijnen, waar we vanochtend ook. Kijk, daar heb je de busstation van Rijnen. Kijk, nog steeds een leeg coupeetje. We zijn Rijnen trouwens al uit. We rijden nu richting Salzbergen. Dan zitten we ook in een deels met heel veel militairen erin. We staan weer stil. Niet op het station. Er ging net ook zo'n een of andere alarm af, dus ik weet ook niet wat het is. Die van me staan dus weer stil. Hij roept er net weer wat om. Ik weet niet wat dat was. Oh, weer, we rijden ook alweer. Dat was even een stilstaan in Schüttorf experience. We rennen nu richting het grensbaan of. En dat is Bad Bentheim. Waar we de Duitse brouwerij 101, dat zijn die rode locomotiefjes, in wisselen van NNS 1800. Die locomotiefjes die onder ook de DDR's en de DDM's hebben getrokken. En nu alleen gebruiken van de IC Berlijn en de IC Amsterdam. We staan weer stil. Nu in de middle of nowhere. Zo is het echt niet zo best, maar ze zijn een andere trein over moeten stappen. Dat deze trein opgegeven is. Ben ik wel bang voor. En dan vraag ik wel aan de Duitse baan mijn geld terug. Ja. Nee, van we staan dus nu stil tussen Schüttorf en Bad Bentheim in. En dit is gewoon geen gezond geluid. Maar ja, we rijden heel zachtjes. Nog steeds een leeg coupeetje. Dus in de bossen. Van Schüttorf.
Oh, wat zijn er van die overgangen? Het depot van Benbente, waar ik vanochtend niet kon filmen. Zo, er staan allemaal een paar oude busjes. Een oude locomotief van de Bentheimer IJzerbaan. En dat is dat mooie wandelgebied en het oude stationsgebouw van Benbente. Weiter durch den Bereichen jetzt Fahrt. Treppenaufstufe 7, Fahrt Richtung rechts. Nach einem kurzen Aufenthalt wegen einem Lokwechsel fährt der Zug dann weiter Richtung Amsterdam. Die Abfahrtzeit dann hier gegen 16:46 Uhr. Oh, ist das schon vom Winter? Met gloednieuwe perrons. Dit was vroeger Polen 2.0. En dat is natuurlijk aangepakt. En ik zie dat er ook politiecontrole is. Dus ik ga even stoppen met filmen. Kijk, spooktrein. Stil in Babentheim. Ze zijn de NS-1800. En dat willen ze maar. Ik ga geen lokswissel kijken, want dan ben ik mijn zitplaats kwijt. En het sticht hier van de sigaretdiensten. Dat is in het Nederlands service en veiligheid en politie. Dus daarom staan we nu even stil op Babentheim, dat het de NS-1800 is. Gaan we verder naar Hengelo. Alleen, als je het zo ziet, is de noodaggregator uitgevallen. Dus we hebben geen stroom. Nou, ik denk zometeen wel weer. Maar straks in die nieuwe treinen. Ik hoop dat jullie mee kunnen. Die nieuwe intercity treinen van de Duitse baan. Daar heb je geen lokswissel meer nodig. Want het zijn gewoon net als dezelfde types als de ICE. Dat je één kant sturing, één kant sturing. Dus niet meer geklooid met locomotieven. En dan zul je zien dat het dan wel wat sneller gaat. En hier is dus het meeste tijd in. Dus we staan dus nog steeds stil op Babentheim. Wachten tot die NS-1800 inkomt. En dan komt nog een appa keolis troep. Echt waar, ik heb een beetje hekel aan deze type treinen gekregen. En toen was er licht. Het piept en het kraakte nog steeds. En we staan steeds stil op Babentheim. Zo, de deur is heen gesloten. En we gaan voorbij deze hoofd vertrekken uit Babentheim. Nou ja. Ik als hij nu in de Eurobaan flat had gezien, had ik hier dus ook vertraging op gehad. Maar ik zou me niet verbazen als die Tris meteen naast ons ziet staan op spoor 3. Maar Bent heeft trouwens ook een hele leuke stad om in te reizen hoor. Dan komt nog zo'n Mercedes aanrijden. En we gaan ook vertrekken naar Babentheim. Het laatste station van Duitsland. In het donker. Toevallig is het, ik weet niet of dat nu ook zo is, maar als het goed is hebben we nu zo ook het Nederlands treinpersoneel erop zitten. Maar bij het, wat gaat dan het Duitse personeel gaat er dan af? Die mogen het niet in Nederland controleren en komt dan het Nederlands personeel, komt dan in Babentheim veranderen of in Hengelo, komt er dan Nederlands personeel op. Behalve in het restaurantrijtuig, daar zit altijd wel standaard iemand, of die komt uit Duitsland of die komt uit Nederland. Maar nu is het dus die wissel. Dus nou, in ieder geval rijden nu Babentheim uit. Dus dat betekent ook meteen het laatste plaats van Duitsland. Ik heb zes schildhouders nog, maar daar stoppen we niet op. En dan rijden we in ruk door naar Aldenzaal. Stoppen we ook niet. En dan stoppen we in Hengelo. En dat is dan ook voor mij dan het eindpunt van deze trein. Voor 25 euro naar rijden, enkele reis, vind ik nog best wel redelijk veel geld. Een schönen guten Tag, meine Damen und Herren, in Namen van
Zolendische personeel, hartelijk welkom in IC 144 naar Amsterdam Centraal. Nee, in Hengelo, Almelo, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort en Hilversum. We zitten in Badmintuin Markeveld met een verspreiding van ongeveer 7 minuten. Want het gibt keine Zugbindung. We wensen een aangename reis. Een hele goede middag, dames en heren, namens het Nederlands team. Heet u van harte welkom aan boord in deze Intercity 144 naar Amsterdam Centraal. Via Hengelo, Almelo, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort en Hilversum. We zijn in Bad Bentheim vertrokken met een vertraging van ongeveer 7 minuten. Over de aansluitende treinen wordt u door ons geïnformeerd. En wens u een prettige reis. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the Dutch crew, we welcome you to the IC Service 144 to Amsterdam Centraal. Via Hengelo, Almelo, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort en Hilversum. We departed Bad Bentheim with a delay about 7 minutes. For your further connections in the Netherlands, we try to inform you as soon as possible. We wish you a pleasant journey. Met die baan. 7 minuten vertraging. Altijd standaard in Duitsland. Nou ja, we komen thuis. Maar alleen maar 7 minuten later. Dan zou de Eurobaan vlot ook wel vertraging hebben gehad. Ik heb liever dat een trein vertraging heeft en wel rijdt, dan dat een trein die vertraging heeft niet rijdt. Ja. En ja, personeel kan ik niet onverklagen. Nee, dat allebei de treinen vind ik zeer goed. Ook in de Eurobaan vlot ook wel mensen die. Maar ik blijf het toch altijd nog steeds zeggen: die kaartautomaten in de Eurobaan vlot zijn. Kut. Zijn niet gemaakt van mensen met geen nagels. Je moet echt nagels hebben om goed die toetsen in te drukken. Nou ja. In ieder geval, ik kan het zo voorbij praten. We rijden zo, denk ik, bijna Nederland binnen. Ik heb net de grensovergang vergeten te filmen, maar we rijden in ieder geval weer in Nederland. We zijn nu in De Poppen. Dat is een klein buurtgehuchtje van De Lutte. En De Lutte valt onder de gemeente Lossen. Kun je niet met de trein komen, want de gemeente Lossen heeft geen treinstations. Kunt u alleen met De Poppen kun je zelfs helemaal niet met OV komen, maar De Lutte wel, met de buurtbus. Die vertrekt dan vanuit Oldenzaal. Maar we rijden in ieder geval op Nederlands terrein. Kun je misschien ook wel weer zien. Het is niet meer heuvelachtig meer, het is meteen vlat. En de huisjes zijn weer normaal en geen depressie. Maar dat vind ik wel van Duitsland. In ieder geval depressiewoningen. Als het gaat in de provincie Noord-Rijn-Westfalen en Niedersachsen. In ieder geval rijden we weer op Nederlands bodem. Dit is De Lutte. Ken jij die autobaanafslag van De Lutte wel? Als je op de A1... Nou ja, nog steeds een leeg coupeetje, heb ik vergeten te vertellen. Ze gaan met een privé-trein naar Hengelo. Waar we nu doorheen rijden is het terminalstation van de goederenvervoer in Oldenzaal. Van mij kun je het niet helemaal zien, maar vroeger kon je aan die kant zien dat de spoorlijn naar Denenkamp, waar de praat ik over hele jaren geleden, is nog een stukje over van de spoorlijn naar Denenkamp. En hier meteen, station Oldenzaal, meteen weer Nederlands grondgebied. Ik kom nog een keer een video over het meeste. Oeh, Lint. Ik kon het net niet zien. Lint. Kutreinen. Maar ja, ik liever nu de Lint dan dat ik met die flirts van de Eurobaan. Oeh, daar heb ik me even een beetje hekel aan die training gekregen. Gelukkig hoeven we er voorlopig niet meer mee met die trainen. In ieder geval Oldenzaal. Die kant kun je alleen maar bedrijfjes zien. Dus niet interessant of we daar wel binnenstad van Oldenzaal. Maar we rijden nu richting Hengelo, dus we zijn er eigenlijk bijna. Ik heb toevallig bij troep wat ik hier heb ik dus nu in de tas zitten. Dus de modeltreintjes en zo. Maar ja, alleen nog dit boekje nog. Met de gegevens. En natuurlijk ook het niet straks een ticket even netjes opruimen. En tegentrein. Kijk, Frans op de beeld. Maar ja, daarachter is mijn huis. Maar ja, hier is geen station, dus je kan hier niet uitstappen. Dus je moet alsnog een heel omroep maken via Hengelo Centraal. En aan deze kant is het wandelgebied Lonnekemeer.
ik zou nu niet gaan wandelen. Het is ook echt donker aan het worden al. Waar we rijden is nu Hengelo binnen. En kijk, ICE. Trouwens, dit mokerspel is gloednieuw ICE. ICE 4 is dat. Ja, het is wel een ideaal boekje. Zo, hier, daar kan Nederlandse Spoorwegen nog wel een voorbeeld aan geven. Voor als je loket gewoon A4, de A4'tjes. Het is wel een groot middel om hier te reizen. Daar heb je die compacte kaartjes van de Niedersachsen ticket bijvoorbeeld. Maar ik ga zeker nog niet de straks een ticket overnieuw doen. Maar dan ga ik dus niet meer vals spelen met de IC. Want dat was echt mokken duur. Maar ja, het zijn ook een keer problemen met die terreinen. Ja. Maar ik denk dat ik de volgende keer beter een NRW-ticket kan doen. Want een NRW-ticket is meer opties in het gebied. Van mocht dus het treinverkeer hier dus uitgezet is. Maar hier mag je met de NRW ook toevallig Hengelo Oost. Ik moet er zo uit. Dus ik lul zo even verder. Maar in ieder geval, om even kort en klein te maken, is Niedersachsen ticket is een mooi gebied, maar dan moeten we eigenlijk vanaf Groningen gaan beginnen. En een NRW ticket is iets duurder, meer capaciteit. En als de Bielefeld-trein uit ligt, kunnen we via Enschede verder racen met de Münster. Maar ja, ik ga nu ophangen met filmen. Ik zie jullie zo weer in Hengelo. Mini hoe druk het is in de bus. Misschien ga ik in de bus wel filmen, anders doe ik dat thuis verder afmaken. Ik rijd zo station Hengelo binnen. Station Hengelo. Aangekomen in Hengelo. Ik krijg zo een taxi naar huis. Ik ga niet binnen met de bus. Ik doe hier de video afsluiten. Het was een leuke dag. Een beetje een Osnabrück stadstripje naar Osnabrück. En naar Rijnen. En spooktrein van IC Berlijn naar Hengelo. Nou ja. Dat is een leuke rit. Alleen ben je goed even moet uitkijken. Dus inderdaad, met dat Niedersachsen-ticket kun je dus niet met de Intercity treinen. Kun je dus eigenlijk alleen maar met Eurobaan. Maar ik heb een beetje scheet aan Eurobaan gehad. Dus daarom even de €25 voor een internationale treinticket gekocht naar Hengelo van Osnabrück. €25 enkele reis. En een Niedersachsen-ticket voor 5 personen voor 1 persoon €25. Voor elke 5 personen is die €25 extra. Maar ja, ik word zo opgehaald. Ik ga deze video afsluiten. De volgende keer een nieuwe treintrip. Misschien een NRW-tour. En tot de volgende keer bij Tim Streinigek.